Vandaag mag ik op pad met onze allereerste aanvoerster. Ze is centrale middenvelder. Ze komt van ADO Den Haag. Het is Anouk Boshuizen. Anouk, we zijn op bekend terrein voor jou, Kop van Zuid in Rotterdam. Ja, klopt, zeker. Waar ben jij geboren? Ik ben in Vlaardingen geboren. Geboren en getogen en woon ik nog steeds. Zullen we een stukje gaan lopen? Ja, is goed. Ja, woon ik nog steeds gezellig met mijn ouders en mijn zusje thuis. En ik denk dat dat ideaal is voor mij als topsporter. Word je nog een beetje in de wattelen gelegd? Ja, precies. Hoef ik nergens voor te zorgen. De was wordt gedaan, eten wordt gekookt. Ja, en ik kan me full focussen op de voetbal. En dat is in deze tijden denk ik ideaal. En dit is voor jou ook wel een plek waar je vaak komt, of niet? Ja, absoluut. Ik bedoel, ten eerste een supermooi uitzicht. Lekkere tanks waar we wat kunnen eten. Zomers is het altijd gezellig hier. Dus bekend terrein. Ja, absoluut. Wist je altijd al wat je bij Feyenoord wilde spelen? Als klein meisje is dat denk ik wel een van de dromen die je hebt als profvoetbalster. En dat je dan hier uit de buurt komt, dat is natuurlijk helemaal... heel tof. Heel veel vrienden van mij die zitten wekelijks in de Kuip. En dat jij daar dan onderdeel van mag zijn en zelf bij mag spelen. Ja, dat is nog veel toffer, denk dat ik. Dat is wel echt waanzinnig. Ja. Daar ging natuurlijk een hoop aan vooraf. En daar gaan we even naar kijken. Anouk werd in 1998 geboren in Vlaardingen. Waar ze uiteindelijk ook begon met voetballen bij VV Zwaluwe. In 2012 maakte ze binnen Vlaardingen de overstap naar VFC. Waar ze één seizoen ging voetballen voordat ze naar VDL in Maassluis ging. In 2016 maakte ze de overstap naar ADO Den Haag, waar ze in 2017 haar debuut maakte in het betaald voetbal. En afgelopen zomer maakte ze dus de overstap naar Feyenoord, waar ze voor Feyenoord de eerste aanvoerder ooit zal zijn in de pure energie Eredivisie Vrouwen. Ja, de allereerste aanvoerster van de Feyenoord Vrouwen 1. Hoe voelt dat? Ja, dat is zo'n eer. Ik bedoel, daar kan je alleen maar van dromen. Ik denk dat Feyenoord me ook om bepaalde kwaliteiten heeft gehaald. Hè? Ja. Ik hoop dat ik dat heel erg kan brengen. Brengen aan de jonge meiden, brengen aan de meiden die er al wat langer zitten. Dus ja, dat aanvoerderschap, dat is zo'n eer. Dat is echt, dat is een droom. Ja, dat is een droom. Dat stond wel op je bucketlist. Ja, absoluut. Ja. En waarom? Er zijn zoveel meiden, jongens die dat willen. En dat jij dan als eerste ooit wordt gekozen. Ja. Dat is gewoon heel tof en het is niet omdat ik erom doe of omdat ik het heel graag wil, maar dat het je dan toekomt is ook wel iets waar je de afgelopen jaren keihard voor hebt gewerkt. Ja. Dus ik zie het ook gewoon als beloning als het ware. Absoluut. Dus dat is ook wel heel tof. Ja, absoluut. En het is natuurlijk qua rol ook wel iets wat je misschien al gewend bent, want je runt samen met je vader een bedrijf. Mm-hmm. Dus daar moet je natuurlijk ook wel wat mensen aansturen. Ja, absoluut. Ja. Heb je een beetje het gevoel dat soort rollen overeenkomen? Zakelijk is het natuurlijk echt gewoon zakelijk inderdaad op de zaak. Maar in het veld kan ik dan ook hard zijn en ook de meiden op hun plek zetten. En niet alleen in het veld. Ik vind het ook belangrijk dat om het veld alles goed is geregeld. Een verlengstuk van de trainer, maar ook dat als meiden er iets is of dat meiden iets hebben, dat ze naar me toe kunnen komen en dat ik daar altijd open voor kan staan en dat ik ze kan helpen. En ja, dus gewoon een hele toffe rol, ja. Hoe zou je jouw manier van aansturen omschrijven? Ben je iemand die gemotiveerd toespreekt, dus echt iemand op de goede punten aanspreekt? Of juist ook wel echt met feedback komt van, hey, kom op jongens, dit moet echt even beter? Ja, ik denk allebei wel. Ik denk ook maar net hoe de wedstrijd gaat, waar iemand aan toe is. Je moet ook elkaar in het begin goed leren kennen. Joh, hoe kan ik iemand aanspreken? Spreek ik iemand direct aan? Of doe ik dat even achteraf in de rust van, joh, let hier op en we gaan het zo oplossen? Ja. Dat gaat ook in overleg met de trainer. Ik bedoel, hij ziet dingen aan de zijkant, ik zie dingen in het veld en zo overleggen we dat weer en kan ik dat in het veld weer aansturen. Dus ja, ik denk wel dat ik een motiverende speelster ben en ik wil ook wel dat ze me als voorbeeld kunnen zien over dat ik ze altijd 100% ga en als het eventjes gaat, ja dan begint het harde werken en dan komt het voetballend vanzelf alweer goed. Ja. Mooi! Ja, absoluut. Goed omschreven. Ja. Is dat ook dat voorbeeld wat je noemt, is dat ook iets wat je wil zijn voor jonge meiden, los van de meiden in je team? Ja, absoluut. Want nu, omdat wij nu als in de Eredivisie spelen, ja, dan kan elk klein meisje uit Rotterdam en omgeving die voor Feyenoord is, hoeft niet alleen maar naar de mannen te kijken, maar kan ook naar ons kijken. Ja. En die hebben ook een beeld. Ja, dat wil ik later ook. Ja, en dat lijkt me nog veel toffer om dat te laten zien als het ware. Van joh, jullie hebben ook een doel. Niet alleen de mannen, maar ook bij de vrouwen. En dat is gewoon heel tof. Ja, absoluut. Als aanvoerster moet je na de wedstrijd vaak voor de camera verschijnen en altijd maar netjes antwoord geven. Ik ben benieuwd of Anouk dat ook zal doen tijdens het vragenvuur. Liever 2,10 meter of 1,50 meter? 1,50 meter. Waarom? Klein is fijn. IJzerkoekjes of stroopwafels? IJzerkoekjes natuurlijk. Ooievaar of zwaluw? Zwaluw, want daar is het allemaal begonnen.
Centrale middenvelder of spits? Centrale middenvelder. Hoe was die overgang? Je is tegen mij te praten? Ja. Oh, sorry. Wintersport of strandvakantie? Wintersport. Wie draait de muziek in de kleedkamer? We hebben met z'n allen een grote Spotify-lijst gemaakt. Dus ja, de DJ zijn we eigenlijk allemaal. Zeg je veel of weinig in de groepsapp? Veel. Ben je sowieso wel een prater? Ja. Als ik 's ochtends wakker word, totdat ik 's avonds naar bed ga. Onzichtbaar kunnen zijn of vliegen? Vliegen, dan kan je de wereld van boven eens wat beter bekijken. Sproetjes showen of foundation eroverheen? Showen. Schrik je snel? Mm-hmm. Dat gaan we zien bij de volgende uitdaging. Wil jij pompen of verzuipen? Pompen dan maar. Pompen? Ja. Oké, dan mag je even kiezen. Welke heeft een groter gaatje, denk je? Die? Ja. Dan mag je zo meteen de ballon eromheen gaan doen. Mm-hmm. Doe voorzichtig, want dat puntje dat is afgeknipt, dus dat is scherp. Heel scherp, ja. En dan is het straks wie het snelst hem heeft opgepompt tot hij klapt, mm-hmm, die heeft gewonnen. Oké. Okay. Succes. Let's go. 3, 2, 1, go. Ja, wordt zo veel weer. Nou, ik weet niet wat voor je ballon je mij geeft, nou, maar dit deze gaat klapt ook niet. Ik heb even het spietje erin dood. Die van mij was echt 6 keer zo groot en hij knapte maar niet. Of heb jij stiekem een nageltje erin gezet? Misschien. Die van mij was zo. Ja, dat begrijp ik. En die van jou was zo. Slim zijn. Oh, dat is het. Mm-hmm. Oh. En wat heb jij gedaan dan? Ben je het VAR erbij halen? VAR. Ja, laten we even terugkijken, jongens. Ja. Even terug naar de VAR. Ja. Nou, dat is duidelijk. Dat ging niet helemaal eerlijk. Alles erop te winnen. Alles er, dat is waar. Dat is een hele goede instelling. Ja, ik ga toch eens bespreken wat er met die twee hiervoor is gebeurd. Want... Ja, aanvoerder, je moet even feedback gaan geven. Ik snap dat niet helemaal, kan me niet voorstellen. Kan je zo meteen gelijk op de training doen? Want we moeten ervoor, Knort, want jij moet trainen. Let's go. Let's go. De training is begonnen, dus Anouk is snel het veld opgerend. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe dan natuurlijk even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op het Feyenoord kanaal, zodat je niks mist. En laat hieronder in de comments even weten welke vraag jij hebt voor de volgende. Tot dan!